Bosma van de PVV het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is toch altijd een hele zit, zo'n wetgevingsoverleg, media. Elke keer weer. Ik ben wel een beetje toe aan mijn Asscher-vakantie, zou ik zeggen. Maar ik weet niet of Kamerleden er ook aan ondervallen. Ik ben niet zo thuis in het arbeidsrecht. Voorzitter, ja, nou ja, we zien uit naar de eerste wet van minister Slob. Ik hoop voor de zomervakantie, voor het zomerreces, hopelijk nog voor zijn afscheidsreceptie. En dan gaan we daarover praten. De les van vandaag is wel de NPO baat in het geld. Reserves van een kwart miljard, een begroting van een miljard. De reclameinkomsten die stijgen, die gaan gewoon flink omhoog. De NPO krijgt er ook nog eens 40 miljoen extra bij. En dat blijkt, zo horen we nu, compensatie te zijn van een wet die nog in de verste verte niet in de buurt van de Tweede Kamer is, maar wordt daar nu alvast voor gecompenseerd. En het nieuws van vandaag is dat de minister zegt, alle seinen staan op groen voor de financiering door de belastingbetaler van het Eurovisie Songfestival. Kassageluiden hoorde ik op de achtergrond, om het dik voor elkaar maar weer eens te citeren. Leuk ook dat de GPV'er Arie Slob enthousiast is over het Songfestival. Dat vind ik ook weer een interessante ontwikkeling. Ik had nog een vraag, voorzitter, die niet beantwoord is door de minister. En dat haal ik uit zijn brief van 15 november jongstleden. En onder het kopje 5.4 staat iets over... In de begrotingsaanvraag is verder een bedrag van ruwweg 20 miljoen op meegenomen voor de meerkosten van grote sportevenementen. Hiervoor is een bijdrage vanuit de AMR, dus de mediareserve, aangevraagd. Wat is dat precies voor? Is dat gewoon iets waar de NPO om vraagt? Wil de NPO gewoon nog meer geld hebben? Gezien het feit dat de minister constant in een goede bui is, wil ik dat wel even weten. Want hij accordeert al die aanvragen van de NPO. Ze hoeven de cheque maar op te sturen en hij ondertekent ze. Dus dat wil ik graag even weten. Want ik ruik alweer dat dit de volgende verliespost wordt voor de Nederlandse belastingbetaler. Nou ja, we gaan elkaar snel zien. 11 december krijgen we inderdaad het rapport over doelmatigheid van de Rekenkamer, de Algemene Rekenkamer. Ik heb nog een wetje laten onthameren. Dat ging over de ledentelling en het uitstellen daarvan. Dat kwam ik zomaar ineens tegen toen ik zelf plenair moest voorzitten. Maar daar gaan we nog even over praten. Dus in dit gezelschap komen we elkaar binnenkort weer tegen. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, ik heb geen moties, voorzitter, want ik vind dat wij als Kamer veel te veel moties indienen. Dus ik ben bijna helemaal afgekikt met moties. Dus daar doe ik vandaag wederom niet aan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. De heer El Yassini. Of heeft de heer Asscher nog een vraag? De heer Asscher heeft een vraag. Ja, voorzitter, ik... Ik begrijp dat de heer Bosma een beetje vermoeid is, dus ik zal het heel, heel kort houden. Ik hoor de PVV al jaren pleiten voor het afschaffen van de NPO, vooral bij monden van de heer Wilders, maar de heer Bosma kan er ook wat van. Ik dacht, er gaat vast wat woorden wijden aan de onmetelijke hypocrisie van zijn eigen politiek leider, die nu zelf staat te juichen voor een nieuwe publieke omroep. Ik vind het mooi. Divers bestel, pluriform, maak het waar. Dat is de kracht van Nederland. Maar ik heb daarna net het wegkijken van de heer Bosma vandaag wel heel opvallend gevonden. Heer Bosma. Ja, want ik dacht, als er nou één opgelegd pandoer is qua interruptie, dan is deze het wel. Dus ik dacht, ik kijk even wie de wise guy van de dag is. Nou, dat is de heer Asscher. Gefeliciteerd daarmee. Ja, ik had 3 weken de tijd gehad om deze interruptie te beantwoorden. Wil u tussendoor iets zeggen? Nee, ik ben gewoon heel benieuwd. Tot nu toe gaat het niet zo lekker. Ik zag de heer Asscher zo snel naar de interruptie. Komt er nog iets beters? Ja, er komt nog iets beters. Nou, het is heel simpel. Kijk, hoe dan ook, we blijven voor de afschaffing van de NPO. Dus in elke begroting hebben wij de NPO op 0 euro staan. Vroeger hebben we 100 miljoen gehad. Maar nadat de NPO de oorlog heeft verklaard aan onze dierbare Zwarte Piet, zijn we echt naar de nul gegaan. En dat is gewoon, om de oude heer Pechtold maar te citeren, een stip aan de horizon. Dit is wat we willen. Ondertussen is die NPO er. Zeggen een aantal mensen, nou, wij willen daar wel iets aan gaan doen. Iets doen tegen die ondraaglijke linksheid van de NPO. Lijkt me loffelijk streven. Dus op weg daarnaartoe hebben wij dat afgezegd. Het is niet zo wat de heer Asscher zegt dat wij dat organiseren. Maar het is een zeer interessant iets. En die linksheid van de NPO is natuurlijk een groot probleem, want de wet wordt niet nageleefd. Elke sociaaldemocraat zou daarom ook tegen de NPO moeten zijn, want vroeger waren het sociaaldemocraten voor een naleving van de wet, zoals de mediawet, artikel 2.1.2. En het is gewoon een linksfeestje. Het is een linksfeestje, het is een blinde haat tegen Trump, het is klimaatgekte, het is een campagne om die ISIS-kinderen terug te halen naar Nederland, het is reclame voor de multiculturele samenleving. Dus alles wat dat kan verminderen, dat vinden wij prima. Dank, de heer Asscher. Voorzitter, de heer Bosma zegt dat hij 3 weken heeft nagedacht over dit antwoord. En dan komt dit eruit. Ik heb hem, hij is best wel sprekend. Niet voor niets uitgeroepen door geen stel tot een van de beste. Maar dit valt dan heel erg tegen.
Dus ik zal mijn vraag toch een beetje aanpassen aan het PVV-taalgebruik. Hoe vond de heer Bosma het om zijn politiek leider als een soort juichaapje te zien applaudisseren voor een nieuwe toetreder tot het publieke bestel? Ik ben er voorstander van. Ik ben trots op ons publieke omroep. Maar hoeveel pijn deed de hypocrisie aan het glazuur van de tanden van de heer Bosma? Voorzitter, ik denk dat die interruptie vooral bewijst dat er in elke mens een PVV'er schuilt. Dus dat geeft me weer deugd. Dus ik ben bereid om de heer Asscher wat meer bijles te geven. Want, lidmaatschapskaart is geloof ik niet het idee hebben jullie. Nee, ik heb de heer Martijn van Dam, die nu bijsnabbelt bij de publieke omroep, wel eens het erelidmaatschap van mijn partij aangeboden. Omdat hij gewoon uitvoert wat mijn partij wilde. Namelijk, hij heeft de bezuiniging op de NPO gesteund. Dus als de heer Asscher dat ook gaat doen, dan ben ik bereid een goed woordje voor hem te doen. Nee, dat is geen hypocrisie. Kijk. Ik noem wat, D66 is tegen de Eerste Kamer en zit toch in de Eerste Kamer. Nou ja, wij zijn ook wel eens, de PvdA is misschien wel eens tegen een snelweg ergens, maar rijdt daar dan toch overheen. Nou, wij willen heel graag dat de NPO wordt afgeschaft, zolang hij er is. Als mijn partij, de heer Asscher werkt daar elke dag aan mee, 76 zetels haalt, dan is het eerste wat we doen het afschaffen van de NPO. Dank. De tweede termijn is goed begonnen. De heer El Yassini. Ik wacht even tot iedereen...